ups op, maar je ziet de kracht van het water. Ivan's laat hij heel erg zien dat water is reusachtig en sterk. Hè? Kijk eens, kijk eens. Ja, ja, het zijn ook prachtige beelden. Hè? Hij had 3 grote camera's bij zich in die tijd bijzonder. En kijk, hier komen wij weer, hè? De good guys, de mensen. Ja. Kijk, en de arbeiders, pijp in de mond. Die laten zich niet opzij duwen door die zee en die gaan die strijd aan. En je ziet dat het heel erg gefocust is op eigenlijk soort verschillende personages. De mens, de arbeider, die gaat uiteindelijk winnen, weten wij nu. De zee is de slechterik, die daar maar blijft vechten en terug blijft vechten. En je ziet ook nog dat er nog een soort derde kracht is, dat is zeg maar de techniek, hè? De prachtige spullen die we tegenwoordig hebben. In die tijd was dat natuurlijk heel bijzonder, al die graafmachines. Kijk eens, die gaan als een soort, het zijn bijna special effects, zou ik zeggen. Gooi ze die zee dicht en zijn ze die zee aan het temmen. En dat is natuurlijk echt prachtig. En je ziet de montage, hier ook weer een versneld beeldje. Laat hij dat toch weer zien, want dat is natuurlijk bijzonder. Dat graven, daar kijken we nu niet van op. Met al die bouwprojecten in Nederland. Maar kijk eens, dat was in die tijd natuurlijk een soort, nou ja, iets wat mensen totaal niet gewend waren. Zeker Ivons met hier nog een heel erg geloof in de mensen. In de kracht van de arbeid, de sociaaldemocratie. Mensen verwerven zich allemaal rechten. De tijd waarin allerlei mooie dingen gebeurden, maar we zaten ook heel erg in de crisis. Dus het was een soort, nou ja, het is een kruispunt in onze tijd. Kijk, shotje tussendoor. Gaan we kijken, zie je het water. Het water blijft maar stromen. Spannend, hè? Want hoe loopt dit af? Want dit is niet te temmen. Nee, ho, daar zijn we weer. Opnieuw een poging wagen. En dat is heel mooi. Je ziet dat die camera ook meebeweegt. En door die dynamiek in die montage, en het versnellen hier ook, zie je dat hij, loopt die spanning op. Je denkt, oh jee, ze redden het niet. Tot ze op een gegeven moment, komt een moment, en dat moment komt naderbij. Ja. Dat bouwt hij ook heel zorgvuldig op, dat we die strijd uiteindelijk gewonnen hebben. Dat die Zuiderzee dicht zit. En dat wij als mens over de afsluitdijk kunnen gaan rijden. En de natuur het geweld bedwongen hebben.